als mensen het Oude Schoenenmuseum kennen, wat natuurlijk al een aantal jaar gesloten is, dat is echt een metamorfose. Hier gaan we echt zorgen dat we een museum in bedrijf zijn. Dus hier wordt echt ingezet op de verbinding met de stad, de verbinding met de omgeving. Maar we willen echt zorgen dat we de stad in het gebouw halen en dat het gebouw ook echt in de stad verankerd raakt. Dus dat we echt onderdeel worden eigenlijk van de gemeenschap hier. En dat we daar ook mee ook met het Schoenenmuseum een uniek museum hebben. Dus niet alleen voor deze regio, maar ook voor heel Nederland zeker interessant zullen zijn. We staan hier bij het gebouw van het nieuwe Schoenenmuseum, wat volgend jaar geopend wordt. En we zijn ook druk aan het bouwen en aan het verbouwen, want het is natuurlijk deels renovatie en deels nieuwbouw. En het einde van het jaar gaan we inrichten en dan pas zullen we echt de contouren gaan zien. Maar wij zijn al heel blij inderdaad met de vorderingen die er nu al zijn geweest. De sloopwerkzaamheden zijn gedaan en nu worden alle wanden geplaatst. Het museum wordt opgebouwd eigenlijk in 3 lagen. We hebben letterlijk 3 verdiepingen. De begane grond komt helemaal in het teken te staan van het maken. En dat is dus enerzijds worden daar de maaklabs geplaatst waar bezoekers, studenten, makers, ook de ontwerpers zelf bij ons ook echt aan hun producties kunnen werken. Maar de begane grond heeft ook de tentoonstellingszaal helemaal in het teken van het maken gezet. Dus dan kun je echt het maakproces van A tot Z helemaal zien hoe een schoenproductie eigenlijk tot stand komt. De tweede verdieping staat in het teken van ontmoeten. En daar vertellen we echt het verhaal van de Langstraat. Dus daar komt echt het historische besef eigenlijk weer terug. En echt zichtbaar hoe deze omgeving juist de omgeving is waar de leer- en schoenproductie tot stand is gekomen. We zijn volgens de bouwplanning lopen we nog helemaal goed. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Want we hebben natuurlijk ook te maken gehad met alle maatregelen waarop met de bouwmensen echt rekening hebben moeten houden. Maar vooralsnog lopen we op schema.